Je stond Tomma, mislukt. Zijn we weer. Nieuwe week. Nieuwe kansen. Ik ben weer in Utrecht. Het weer zit dit keer wel tegen. Helaas. Ik heb weer een item dat ik moet gaan filmen samen met Ramon. Dus het wordt gezellig. Wat staat er op de achterkant van dit jasje, Ramon? Ik weet het dus nog steeds niet. Wat er staat. Dit eerste is Magic. Denk ik. Ik vind de tekst wel een beetje vrouwelijke magic handschrift magic hebben. Magic Reality, denk ik. Magic Reality, denk ik dan. Oh, ja. Magic Reality, ja, dat kan ook. Dat maar jij kon dus kleding, maar je niet weet wat er... Nou, ik wist niet dat er iets op de achterkant staat. Je kocht dit en je dacht van, het is gewoon plain. Nou, hij stond gewoon mooi. En hij komt van de manafdeling. Maar ik vind die tekst wel een beetje twijfelachtig. Hij hing denk ik aan verkeerde... Nee, want dat hele rek was vol met dit. Ik denk dat ze het hele rek verkeerd hebben gehaald een keer. Nee, dat denk ik niet. Het is gewoon een mooie jas, hij staat mij mooi, dus ik draag hem gewoon. Ja, waar is jouw kledingstijl heen gevlogen? Je hebt geen hoodie. En dan heb je daarnaast ook... Je bent ook niet netjes, zeg maar. Nee. Dus wat ben je nu? Welke Ramon is dit? Het is een beetje oud Breton. Laatst, een paar weken, een paar dagen, ik weet het niet eens, geleden in de vlog, ging ik met mijn favoriete camera filmen, ooit. En toen was ik zo dom geweest om niet te laten zien welke camera dat is. Ik had de kwaliteit wel laten zien, maar niet laten zien welke camera het is. Dat is wel een van de domste dingen die je kan doen. Ik bedoel, jullie keken wel naar het beeld vanuit de camera, maar jullie wisten niet welke camera het was, terwijl dat letterlijk de titel was. Dus hierbij, dit is die camera. Dit is de voorloper van mijn favoriete camera ooit. Dit is de Sony A7R en mijn droomcamera is de Sony A7S Mark. 3. Dit is meer een fotografiecamera en die andere ziet er precies hetzelfde uit. De Sony A7S ziet er precies hetzelfde uit. Alleen is het dan een videocamera. Yo, eigenlijk. Ah, kut. Ketsen. Tomma, mislukt. Zo, ik zag gewoon de kleur van jouw trui. Echt? Ja. Oh, yo. Hey, hoi. Wat doe jij hier? Konden jullie dat zien? Dat was een collega vlogger, ik ken hem niet, maar hij had ook een vlogcamera in zijn handen. Ik heb gewoon nog nooit gezien, ik vlog al zo lang, maar ik heb nog nooit een andere vlogger in het echt gezien. Echt losers zijn het eigenlijk. Ik dan dus ook. Superleuke gasten al die vloggers. Oh, al mijn treinen hebben storing. Onze treinen hebben storing, Jeroen. Gladde sporen, de sporen zijn te glad. Maar ons item ging over een vrouw die maakt hele mooie teksten met stoepkrijt op de trappen. Bij het Centraal Station van Utrecht. Ik vond dat persoonlijk een heel mooi verhaal en goed van haar, want dat missen we op deze wereld. Positieve teksten van vreemden.